test. Wat ik doe in morgen. Oké, dan doe je die op mijn schoenen, ja? Zo. Alles wat hun hartje begeert, kunnen ze hier realiseren. Goed, Ken, we hebben natuurlijk super hard gewerkt aan de serie. En we hebben ook besloten om zeg maar een soort behind the scene serie te maken voor onze YouTube kanalen, voor onze socials. Ja. En ik denk dat het een super goed idee is om ook wat meer inzicht te geven in ja, hoe komt nou zoiets tot stand. Hebben we iets fantastisch moois gemaakt. Uiteindelijk pakken die mensen dat in één klap, kijken ze van het eerste seizoen, kijken ze 6 afleveringen. Ja. Maar er is natuurlijk echt heel veel achter de schermen voor geregeld. The word is out. De trailer is los, mijn Instagram is ontploft, mijn LinkedIn, idem. Hoe is het met jou? Hetzelfde, WhatsApp. Het is gewoon niet normaal, toch? Ja, en wat ik leuk vind is dat je een hoop berichten krijgt van mensen die je zelfs jaren niet gesproken hebt. Ja. Die gewoon dit gezien hebben en nu al... Zoveel mensen met passie, leuke, spontane, lieve, enthousiaste, oprechte berichten. Het is nu op dit moment elke dag feest of zo, zo voelt het een beetje. Nee, sinds ik hier ben is het elke dag feest. Altijd al. Je had al elke dag feest, maar het is een extra feestje. Ja, nu kan je het feestje terugkijken. Het is echt superleuk. Deze serie is gemaakt voor mensen met passie voor auto's. Die heel hard hebben gewerkt en de auto's die ze vandaag de dag hebben en heel erg koesteren, kunnen customizen bij AM. End-to-end. Alles wat hun hartje begeert, kunnen ze hier realiseren. Mijn rol bij Dodge Wheels was dat ik zeg maar, het project van A tot Z heb gefaciliteerd. Ik heb natuurlijk ook een media-achtergrond, dus in die hoedanigheid heb ik dit opgepakt. In combinatie met Absolute Motors, Villain Productions en Amazon Prime. Dus ik was echt spin in het web. Test 1, 2, 3. Vet, een beetje ook overweldigend. Ik had het niet zo heftig verwacht, zeg maar. Als jullie met elkaar werken, jongen, dat is niet normaal. Ja, fucking vet. Of mag ik dat niet zeggen? Ja, ik vind hem fucking vet. Ja, dus echt oprecht. Ja, ik ben echt benieuwd naar de volgende afleveringen. Ja, ik denk dat Dutch Wheels wel echt laat zien hoe creatief Absolute Motors is met projecten. En ook de personen die bij de projecten horen. Er komt heel veel bij kijken. Je moet ervoor zorgen dat de mensen op het juiste tijdstip het juiste ook doen. Je hebt een bepaald budget waar je aan houdt. Je hebt bepaalde tijdslijnen waar je aan houdt. Dus eigenlijk is het niet anders dan ieder project. Waar het altijd gaat om scope, tijdslijnen en budget. En natuurlijk de persoonlijke relaties van Absolute Motors die we gevraagd hebben ook deel te nemen in deze serie. Dus al die verschillende belangen, die moet je wel op de juiste manier behartigen en vertegenwoordigen. Ik vind het een heel mooi eindresultaat geworden, waarin goed naar voren komt wat eigenlijk waartoe Absolute Motors in staat is. En dat zij echt wel een uitschieter zijn in de automotive wereld. Daar waar een auto klaar is bij de dealer, begint het pas bij Absolute Motors. En dat is wel een vak apart. Ja, we hebben 4 maandjes hebben we er fulltime aan gewerkt eigenlijk. Gedraaid, gereisd, alles op en aan. Ik weet nog goed hoe het tot stand gekomen is in het voorjaar met Villain. Ja. Ja, superleuke samenwerking natuurlijk. Allemaal mensen met een ervaring op een heel ander gebied dan wij. En die werelden zijn echt samengekomen. Ja, waar ik in ieder geval heel veel geleerd heb van die mannen ook. Ik ben Martijn, ik ben freelance regisseur bij Villain Studios en ik ben een van de regisseurs van Dutch Wheels. Dit project is tot stand gekomen met eigenlijk een vrij lange aanloop. Het is nu december 2021. Ik denk dat ongeveer een jaar geleden wij bij Villain Studios zijn begonnen met dit idee van we willen iets doen met een vette shop in Nederland die auto's
op mooier, beter, leuker maakt of zoiets. Zo zeggen jullie toch altijd. We zijn op zoek gegaan en we hebben contact gehad met een aantal verschillende shops. En uiteindelijk, na een vrij lang proces, zijn we uitgekomen bij Absolute Motors. En toen ben ik samen met Jelmar, de eindredacteur, ben ik daar voor het eerst op bezoek gegaan bij Patrick en Kenneth. En toen hebben we kennis gemaakt en ook toen natuurlijk voor het eerst de shop gezien. Ja, dat is mega indrukwekkend als je voor de eerste keer binnenkomt en je ziet gewoon 20 Ferraris en Lamborghinis en Rolls Royce, je ziet alles staan. Dus wij dachten meteen van, volgens mij hebben we hier wel wat goeds te pakken. En toen moesten wij elkaar nog even leren kennen, dus Villain Studios en Absolute Motors. Maar toen we uiteindelijk elkaar iets beter leren kennen, hebben we elkaar een hand geschud en zeggen we gaan dit avontuur aan. En zo is het eigenlijk begonnen. Het eindproduct is zo echt, echt sick. De stijlnis en kwaliteit zo hoog en het is gewoon echt bizar. En zeg maar, met Dutch Wheels krijg je een grotere inkijk op ons werk. Ik hoop dat het echt groot wordt, zoals dat wereldwijd gaat. Ik heb natuurlijk een aantal van de opnames zelf mee mogen maken, maar een hele hoop ook niet. Wat betreft de buitenlandse opnames. Dus, en daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Amazon heeft een persdag georganiseerd in Amsterdam in de Adamtoren, waar ze hun eigen Nederlandse producties hebben gepresenteerd aan de pers. Wij waren uiteraard daarvoor uitgenodigd en Dutch Wheels was één van hun eerste Nederlandse producties. Wat een dealer niet mag doen, dat doen wij voor klanten en dat gaat gewoon heel ver. Morgen. Oh mijn god! Wij zijn Absolute Motors. Wij maken de dikste auto's nog dikker. We hebben klanten uit Monaco, Dubai, Afrika. We work on the most exotic cars around the world. It's not only the outside of the car that we customize, it's also the interiors and the engines. Ik heb nog nooit in een SVJ zelf gereden, dus ik heb zelf ook geen testdrive kunnen doen voordat ik hem ging kopen. Wel elke review op het internet gelezen. Wat ik doe in de ring is natuurlijk heel gecontroleerd. Op het moment dat ik die opening zie, kan ik gas geven. Weet je, ik heb hem niet gekocht om er naar te kijken. Ik heb hem gekocht om ermee te rijden, om ervan te genieten. Yo, grappie! Is wel een gekke racemagneet dit, hè? Koffie. Het was wel qua tijd, was het echt een mega grote uitdaging en heeft Absolute Motors ook echt heel hard gepusht om alles op tijd erdoor te krijgen, maar we zijn heel blij dat het uiteindelijk is gelukt. Het is natuurlijk wel heel gaaf om in een serie te komen, ja. Zeker over zulke mooie auto's, ja, top. Het was wel een rauwe versie die ik had gezien, maar echt spectaculair en ik denk dat het gewoon een hit gaat worden, kan niet anders. My honest opinion was not the correct angle of my face and I didn't really like it. To be honest, it was one of the most amazing experiences I've ever had. Like I was in the right place at the right time for it to work. And what we've built here, and like where the company's grown since the series, and even though it's not even been released yet, how much it's grown since then is just amazing. Yeah, and it feels really good to be a part of the whole thing. I actually really enjoyed shooting the series Dutch Wheels. I was in it quite a lot. I enjoyed going to Mexico and Dubai and all the other locations that we got to do away from Absolute Motors. So it was an enjoyable experience to see our customers a little bit more outside of the work environment and more in like a friendly environment where we're delivering the cars. Enorm goed, geweldig, gaaf, tof, helemaal boven verwachting, nog professioneler dan dat we altijd al zijn. Het leukste vond ik denk ik de reis naar Mexico. Want dat is natuurlijk wel uniek, dan kom je op plekken waar je normaal gesproken niet komt. En hebben we hele unieke dingen mee mogen maken. Like you can be a person in front of a camera and you might be quite shy, but you create this character. And that is then what gets portrayed to other people. And the whole time you're filming is that's just what's going through your head. Like do people, I want to make sure what people see in Dutch Wheels is what it is genuinely like here. And I think everyone that was filmed, everyone in the company was just a genuine person.
Like that is how they are on a day-to-day basis. It was kind of like glitzy and glamour, and it really showed the true side of our customers, not just the bit that we see here where they come in and they want their work done. We got to see them like outside of work as well and what they're really like. I would love for Dutch Wheels to have a second season, and I would really, really love to be a part of it. Like the growing of the company and the new stuff that they can bring in, all the new ideas. I think what they do next time will be bigger and better than what they've ever done before. So yeah, I'd love to be a part of that in the future, the near future, next year. Cool. Tomorrow. All right. Always. That's good. Forever. Good. Ik moet eerlijk zeggen, ik voel het een beetje in mijn lichaam. Ik voel het de laatste weken al. Beetje zenuwen. 7 december. Ja. Hè, toen we de eerste banner kregen met 7 december erop. Met daarop zeg maar iedereen die eraan aan meegewerkt heeft aan de voorkant van de serie. Toen kreeg ik al een beetje kriebels. Want dan, ja, we hebben natuurlijk tussendoor wel beeldmateriaal gezien en weet ik veel wat. Maar 7 december, nog 3 nachtjes. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is, maak je Amazon Prime account klaar. Heel simpel, download gewoon de app op je televisie en of op je mobiel. Schrijf je in en ga ervoor klaarzitten, want we hebben echt iets heel vets gemaakt voor jullie. En de eerste 30 dagen zijn nog gratis ook, dus je hoeft niet eens te betalen. Nee, dus als je echt een Nederlander... Nee, ik zou gewoon zeggen, er komt zoveel vette content aan voor Amazon. Dit heeft... Ja, ze maken... Kijk, onze serie, maar afgelopen periode hebben ze zoveel mooie dingen geproduceerd en live gezet. Ja, ik heb al een stukje van Villain gezien, die een documentaire over crime hebben gemaakt. Nou ja, top. Oh, het is dik, hè? Ja, ja. Spannend, puntje van je stoel. Ja, dus ik hou het na die 30 dagen ook nog aan. Ja, zeker. Dus ga kijken en laten we ervoor zorgen met z'n allen dat er een seizoen 2 komt. Iemand is aan de klacht. Iemand is zo. Goed. Oké. Dan doe je die op mijn schoenen, ja? Nee, niet dat ik wil weten. Ik ben er gewoon heel blij mee ook gewoon. Dan kun je er gewoon, ja, als je dit... Kijk, ik bedoel, ik heb ze net. Ik bedoel, ze hebben wel weer rip uit mijn lijf. Maar ik heb ze. Dus ik ben er gewoon blij mee. Maar ik denk, je bewaart ze tot dinsdag. Nee, maar dan heb ik wel weer andere.